Maar Rick, waarom ben je eigenlijk begonnen met YouTube? In deze serie geef ik antwoord op al... Nou, bijna al jullie vragen. Yo Nintendo fans, dit wordt een andere video dan dat je van mij gewend bent. Ik wil namelijk een serie starten waarin jullie mij echt beter leren kennen. Misschien wordt het geen serie, misschien blijft het wel bij deze ene video. Dat weet ik nog niet helemaal. Maar het leek me wel leuk om een keer een ander soort video te maken waarin jullie mij dus echt beter leren kennen. Want ik krijg heel vaak de vraag, Rick, waarom doe je aan YouTube? En vandaag krijgen jullie antwoord op die vraag. Ja! Ja, 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 ja. Het is wel grappig, want ik ben eigenlijk door een bepaalde game na gaan denken over deze serie. Want ik kreeg namelijk deze bad boy binnen. Ring Fit Adventure voor de Nintendo Switch. En nou denk je, hè, wat heeft dit nou allemaal met elkaar te maken? Nou, voor mij heeft het eigenlijk alles met elkaar te maken. Want de reden dat ik aan YouTube doe, is namelijk automatisch gelinkt met hoe fit ik ben. Ik ben namelijk totaal niet fit. Nee, nee. Nou, om antwoord te kunnen geven op de vraag waarom doe jij aan YouTube, moet ik eigenlijk terug naar toen ik 25 jaar was. Oeh, dat is lang geleden. Ik denk echt soms dat ik echt een van de oudste YouTubers ooit ben. Toen ik 25 jaar was, was sport echt wel mijn lust in mijn leven. Toen was ik echt hashtag fitboy. Ik had net een sportopleiding afgerond. Ik wilde eigenlijk gymleraar worden, maar dat kon niet met die opleiding. Wat ik wel met die opleiding kon, was badmeester worden. Dus ja, ik kon in een zwembad werken. En tegelijkertijd voetbalde ik op best wel hoog amateurniveau. Ik trainde strak 2 keer per week, iedere zaterdag een wedstrijd. Ja, en dat ging eigenlijk best wel lekker. Tot 1 bepaald moment. Ik weet het nog best wel goed. Ik werkte op dat moment in een supermarkt. En ik had de donderdagavond gewoon lekker getraind met voetbal. En ik kom vrijdagochtend op mijn werk. En ik ben de diepvriespizza's aan het bijvullen. En ik merk eigenlijk aan mijn ogen van... Ik kan niet zo lekker focussen. Ik kan niet zo goed meer lezen wat daar in de verte op de borden staat. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik voel me ook een klein beetje draaierig of zo. Het is raar. Vooral dat mijn ogen zo raar begonnen te doen, dat zat me niet helemaal lekker. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik denk, nou, ik zal wel gewoon moe zijn of zo, oververmoeidheid. Ik ga even lekker rustig aan doen vandaag en dan ga ik morgen gewoon lekker voetballen. En toen was het dus zaterdagochtend en ik had serieus mijn tas al ingepakt, maar het voelde toch niet helemaal lekker. En ik keek naar buiten in de verte en ik dacht van, dit moet ik niet gaan doen. Er is iets met mij aan de hand. Ik weet niet wat. Maar het zit niet goed. Dus ik bel mijn trainer op van, ja, sorry, ik kan niet komen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik moet deze wedstrijd aan me voorbij laten gaan. En mijn trainer zei nog echt, Rick, kan je het niet gewoon proberen, want we hebben je nodig. En ik zo van, nee, ik kan nu echt niet op het veld staan. Ik ben ook een beetje duizelig en zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ga naar het ziekenhuis. Dus ik naar het ziekenhuis. Ze hebben me echt binnenste buiten gekeerd, van alles en nog wat gedaan. Bloedgas geprikt. Dat doen ze dus dan in je slagaderen volgens mij. En dat ging niet helemaal goed. Ik lag daar en op een gegeven moment was het... Ja, Rick viel dus flauw. Gelukkig lag ik al, dus ik kon niet heel hard vallen. Maar ja, uitslagen. Niks aan de hand, Rick. Ga maar gewoon naar huis. Dus ik bleef zondag thuis en maandag zou ik een midweekje met vrienden naar Center Parks gaan. Nou, dat heb ik ook gedaan, maar het ging nog steeds niet lekker. Sterker nog, het werd steeds erger. We waren op een gegeven moment uit eten bij een lopend buffet en het was zelfs zo erg dat ik niet meer goed op mijn benen kon staan. Ik kon niet meer goed kijken en mijn vrienden moesten voor mij het eten gaan pakken. Maar weet je wat het gek is? Op zo'n moment denk je gewoon van, nou, het zal wel. Er is niks mis mee. De doktoren zeggen dat alles goed is. Het zal vanzelf wel overgaan. Een van mijn vrienden moest op woensdag naar huis. En ik stond op woensdagochtend voor de spiegel. En ik zag opeens dat mijn mond een beetje zo hing. Dus de linkerkant van mijn gezicht hing een beetje zo. En je merkt ook, dan ga je een beetje raar praten. Want niet alles in je gezicht werkt nog even goed. Bleek dus dat ik een verlamming had in mijn gezicht. Dus ik ging die woensdag ook maar naar huis, want er was voor mij toch al niks aan, want ik kon niks zien. Als je op de achterkant van deze doos kijkt en ik zat op deze afstand, dan kon ik sowieso deze kleine lettertjes niet meer lezen. Nou, dan is het toch iets niet helemaal goed. Alles draaide ook helemaal, dus ik weer terug naar het ziekenhuis. Hebben ze me weer onderzocht, konden ze weer niks vinden en zeiden ze van, Rick, misschien heb je de ziekte van Bell. En dat is dus een virus in je lichaam. En die kan dus een verlamming veroorzaken. Niks aan de hand, gaat allemaal vanzelf wel weer over. Het was ook rond kerst, dat weet ik nog heel goed. Ik zat bij mijn opa en oma aan een heerlijke kalkoen. Maar ik moest wel drinken met een rietje. Want anders liep het er zo... mijn mond uit. Dat is echt zo raar. Dat je allemaal van zulke dingen hebt en de doktoren kunnen niks vinden. Gelukkig heb ik mijn zicht weer terug. Gelukkig draait het niet meer allemaal voor mijn ogen. En ook in mijn gezicht zie je nu niks meer. Ik kan mijn mond weer gewoon... goed bewegen. Daar ben ik echt super blij mee.
Maar het was nog niet opgelost, want ik was nog best wel draaierig. Ik stond niet goed op mijn benen. Ik was altijd moe. En tijdens het sporten krijg ik toch vaak zwart voor mijn ogen. Dus er gaat iets niet helemaal goed. En toen begon eigenlijk een hele moeilijke tijd in mijn leven. Ja, ik ben altijd wel positief op mijn YouTube kanaal. Ik weet niet, bestaan er negatieve video's op mijn YouTube kanaal? Volgens mij niet, maar dan... Dan wordt dit een beetje de eerste. Nou ja, het is niet heel negatief, maar dit was wel echt een moeilijke tijd in mijn leven. Ik ben namelijk 2,5 à 3 jaar op zoek geweest naar wat er met mij aan de gang was. In 2,5 à 3 jaar tijd heb ik superveel ziekenhuizen gezien. Ik heb second opinions gedaan. Ik heb denk ik wel 4 of 5 afdelingen per ziekenhuis gezien. En als ik dan op een afdeling kwam, dan zeiden ze, oh, het is waarschijnlijk wel dit. Dat komt vaker voor. En dan moest je wachten op de uitslag en dan kwam je 6 weken later weer binnen en dan zeiden ze, oh nee, het is toch niet dit. En dat is heel frustrerend, want je wil eigenlijk gewoon weten wat er met je aan de hand is. En dan geeft een dokter je eigenlijk superveel hoop, want hij zegt, dit is er waarschijnlijk aan de hand, dat komt vaker voor. En daar kunnen we dit en dit tegen doen. En dan denk ik van, yes, eindelijk, ik weet wat er met me aan de hand is en we kunnen er iets aan doen. Ik ga weer beter worden. En dan kwam je terug voor de uitslag en dan was het toch weer van, oh nee, het was het toch niet. En nu weet ik het niet meer. En dan word je weer doorgestuurd naar iemand anders en dat riedeltje gaat dus over en over en over again. En dat duurde serieus bijna 3 jaar. En ik denk dat ik in die tijd ook wel echt tegen een depressie aan zat. Door alle hoop die je kreeg en in je lichaam zat het niet goed. Je denkt letterlijk soms wel eens dat je doodgaat. Ja, echt serieus, want... er zit dus iets niet goed in je hoofd, bij je ogen en je bent moe en je gaat zelfs denken dat er iets in je hersenen zit of zo. Je denkt letterlijk dat het gewoon misschien binnenkort wel klaar kan zijn en dat is niet chill. Dus ik denk dat ik in die tijd ook wel echt tegen een depressie aan heb gezeten of zo. Maar toen, gelukkig, na 3 jaar kwam een soort van uitslag. Ik ging naar een privékliniek in Amsterdam en die man heeft me dus op van alles en nog wat getest. En toen kwam er uit dat ik een vernauwde halsslagader heb. Dat houdt dus eigenlijk in dat er te weinig bloed naar je hersenen stroomt. Nou klinkt dat echt super gevaarlijk, maar je hoeft je echt geen zorgen te maken. De arts zei namelijk tegen mij dat ik dat al vanaf kinds af aan heb. En als dat zo groeit, dan krijg je er wel last van, maar het is dus niet levensbedreigend. Het enige ding is dat ik er dus wel eigenlijk elke dag, op elk moment, elke seconde last van heb. Want er komt dus gewoon te weinig bloed en te weinig zuurstof naar je hersenen en dat verklaart dus waarom ik altijd moe ben. Ik heb een zogenaamd chronisch vermoeidheidssyndroom. Chronisch betekent langdurig en in mijn geval dus voor de rest van mijn leven. Dus ik ben eigenlijk gewoon altijd moe. Dit verklaart ook waarom het zwart wordt voor mijn ogen op het moment dat ik ga sporten. Want dan heb ik meer bloed nodig en dat pompt niet. Dus ja, je lichaam gaat dan een beetje raar doen. Er zijn dus een aantal klachten die ik gewoon 24/7 heb. Dat is dat ik niet stabiel sta op mijn benen. Altijd een soort van duizelig gevoel. En dus gewoon altijd moe. De laatste keer dat ik me niet moe heb gevoeld is serieus 10 jaar geleden. Ik weet het nog heel goed. Ik was op vakantie met een vriend in Turkije. En ik werd 's ochtends wakker en ik dacht, ah, oh, wat voel ik me nu chill. En voor mij was dat echt mijn laatste besefmoment geweest dat ik echt niet moe was. Maar ja, ik zal dus moeten leren leven met deze klachten. En het scheelt wel dat ik van nature echt een heel opgewekt en positief persoon ben. Dus ik heb geprobeerd om van dit negatieve weer iets positiefs te maken. En dat is eigenlijk waarom en hoe ik ben begonnen met YouTube. Maar dat ik dus altijd moe ben is wel lastig, omdat ik een heel ondernemend persoon ben. Ik moet altijd iets doen. Soms lijkt het wel echt van hoe moeier ik ben, hoe harder ik juist ga werken. Omdat ik niet wil toegeven aan waar ik last van heb. Ik heb een baan van 4 dagen in de week. Ik maak YouTube video's waarbij ik probeer minimaal 3 keer per week te uploaden. En ik stream ook nog op Twitch. Dus ik heb het gewoon altijd druk. En die combinatie met altijd moe, ja, dat botst wel eens. Maar weet je wat het is? Ik moet altijd iets doen. Ik word daar gewoon heel erg gelukkig van. En dat is tegelijkertijd ook een beetje mijn levensmotto. Dat is namelijk, probeer in het leven zoveel mogelijk te doen waar jij gelukkig van wordt. Er zijn al zoveel dingen die moeten in het leven die je eigenlijk niet wil. Dus naast die dingen die moeten in het leven, probeer gewoon zoveel mogelijk te doen wat je wel wil, waar je wel blij van wordt. En dat is voor mij een beetje de succes tot een blij en gelukkig leven. Maar ja, ik werk dus eigenlijk 60 à 70 uur per week, dat is niet gezond. Maar wel gewoon hartstikke leuk. Maar goed, waarom ben ik dus begonnen met YouTube? Er zijn 2 dingen in het leven die ik heel leuk vind. Dat zijn sporten en dat zijn games. Sporten ging dus niet meer en ik wilde dus iets met games gaan doen. Eigenlijk wilde ik mijn liefde voor games gaan delen met de buitenwereld. Ik vond het vroeger heerlijk om voor het publiek te voetballen.
En nu vind ik het leuk om voor het publiek video's te maken op YouTube over games. Ik startte toen mijn allereerste serie, die heette Gamer Life. Moet je maar eens opzoeken, is best wel cringe nu. Daarom wilde ik de lifestyle van een gamer aan jullie vertellen. Maar toen begon ik met Pokémon kaarten, dat vonden jullie zo tof. Toen ben ik dus Pokémon gaan spelen en nu is het wat het is. Wat ik nu eigenlijk wel heel tof vind aan Ring Fit Adventure is dat ik mijn twee grootste hobby's met elkaar mag gaan combineren. Ik mag namelijk gaan sporten en ik mag tegelijkertijd gaan gamen. Nintendo heeft ook echt gezegd dat dit een avonturengame is waarin je je karakter moet levelen, bazen moet verslaan, dus ik ben echt onwijs benieuwd. Dus ik ga deze zo uitpakken, een video voor jullie opnemen en die vind je binnenkort op mijn kanaal. Dus, nog één keer in het kort antwoord op de vraag, waarom doe ik aan YouTube? Ja, 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 ja. Omdat games nou eenmaal nu mijn allergrootste passie zijn en ik graag mijn liefde voor games met jullie wil delen. Nou ben ik dus heel benieuwd of dit een serie gaat worden en dat ligt aan jullie. Want ik ben dus benieuwd of jullie vragen hebben waardoor jullie mij ook echt beter gaan leren kennen. Dus heb je zo'n vraag? Stel hem hieronder in een reactie. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo games. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!